dan wordt een krat weer een krat. Ja, precies. Als je goed gekeken hebt, dan zag je een krat bier. Deze korrels worden dus zo'n krat. Maar ja, dat proces, daar ben ik dus heel benieuwd naar. En Olivier die gaat mij vandaag meenemen om te laten zien hoe dit dan uiteindelijk een kratje bier wordt. En volgens mij is het hier heel rustig te werken. Dag Olivier. Hey jongen. Hi. Hey. Dit wordt een kratje bier? Klopt, 100%. Ik kan me dat nu al even helemaal niet voorstellen alleen. Nou, het ziet er heel klein uit, dus ik geef je 100% gelijk. Maar vandaag neem ik je mee door heel het proces om te laten zien hoe we tot die fantastische bierkrat kunnen komen. Helemaal goed, laten we gaan. Zo, verstap je? Ja, helemaal goed. Waar zijn we nu? Yes. Nou, hier zijn we in ons testcenter. Ja? Dus hier zorgen we eigenlijk voor dat we alle producten die we ontwikkeld hebben, dat we die kwalitatief... Oh my god. Rustig, jongen. Dat was een test. Dat we die kwalitatief testen om te kijken of dat ze voldoen om de markt in te komen. Nou, het testcentrum gezien te hebben, ja, komen we hier in onze designafdeling. En we hebben geluk, want jullie is net met een van de designers aan het praten. Dus hier gebeurt het allemaal. Hi. Hey. Ik zie ze hier al liggen. Zijn dit geheime schetsen? Top secret. Ik doe deze even weg. Mag ik niet zien? Nee. Ja, want wat komt er allemaal bij kijken bij het ontwerpen van een krat? Kijk, alles begint bij de fles. Dat is het vertrekpunt. Je hebt verschillende soorten flessen. Daar wordt het krat omheen gemaakt. Maar je hebt te maken met vaste afmetingen in je krat. Die moet natuurlijk door elkaar gestapeld kunnen worden. Ja. Maar ja, eenmaal dat de design er is, dan wordt het volledig gecustomized zoals de klant het wil. En dit krat op het scherm wat ik nu zie, is dat ook gloednieuw? Nou, het krat op zich niet. Design is iets wat wij al een jaar of 3 geleden hebben gelanceerd op de markt. Waarom? Omdat dit de standaardfles van in de Benelux draagt. Maar de customization, dus het logo en dergelijke, dat is wel iets wat hier, wat onze Erik nu aan het... volbrengen is. Voor jou leuk zijn om in de supermarkt te lopen en gewoon je eigen creaties te zien. Nou ja, het design krijgen we natuurlijk wel van de klanten door. Maar ik voel natuurlijk wel een stukje fierheid als ik daar een kratje zie dat van onze band is afgerold. Absoluut. Nou, absoluut. Dat begrijp ik helemaal. Wat is de volgende stap, Olivier? Materiaal. Materiaal? Materiaal. Ik denk, we zijn begonnen helemaal in het begin met de korreltjes. Ik ga jou meenemen naar onze chemicus. Die man die, nou ja, is onze guru van de plastic korrels. Okay. En die gaat ons heel goed uitleggen welke keuzes er zijn. En hoe dat ook raakvlak heeft met sustainability, duurzaamheid. Ik zie een soort professor Wiskit voor me. Is het zo'n ja, type? Is het wel. Ik snap er ook soms niet veel van. Nee. Maar laten we even kijken. Oké, is goed. Dank je wel. Hoi. Doei. Dank je. En lopen we nu op de korrelgoeroe af, Stan? Ja, klopt. Dit is de testruimte van Carlos Wever, materiaalspecialist. En die is momenteel in gesprek met Britta aan het houden. Dat is onze sustainability director. Omtrent recycling, materialen. En hoe dan we eigenlijk duurzaam met verpakking omgaan. Dus haar kan ik alle vragen stellen die daarover gaan. We gaan het zien. Nou, we gaan het zien. Goeiedag. Overal zijn top secret zaken gaande en gesprekken. Mag ik vragen waar jullie het over hadden? Ja, wij hadden het over recycling. Want recycling is een heel groot onderwerp van onze duurzaamheidsstrategie. We hebben een leidraad die heet Reduce, Reuse, Recycle. En wat houdt die strategie in? Dus we proberen de bierkratten zo licht mogelijk, maar wel heel erg stabiel te maken. Dat is heel belangrijk voor de duurzaamheid. Maar reuse, het hergebruiken, is natuurlijk super belangrijk, zodat dat we geen afval produceren, dat die heel lang meegaat, een lang leven heeft. Aan het eind van de leven van de bierkrat wordt die gerecycled. Dan wordt een krat weer een krat. Precies. En dan heb je eigenlijk een gesloten cirkel. Ja, Carlos, ik heb begrepen, jij bent de korrelgoeroe. Althans, heb ik me laten vertellen. En het klopt wel, want ik zie ze hier staan. Ja, het zijn de korrels. Ja, het verhaaltje klopt wel. Ja, dat klopt. Maar vertel. Voordat een product wordt gemaakt, naast het design die we hebben, moet het product ook voldoen aan de eisen van een klant. Dat betekent dat het product sterk genoeg moet zijn, ook tegen wat impact kan. En voordat we dan een product kunnen maken, gaan we eerst op kleine schaal testen. Wat kan het materiaal die we gaan gebruiken voor het product? Of wat hebben we in gedachten die we willen gebruiken voor dit product? Nou, super interessant. En blijf je werk doen. Dankjewel. De silo's, Kevin. We komen nu van het testcenter. We hebben het design van de krat gezien. We hebben de uitleg gekregen omtrent de materialen, sustainability, duurzaamheid erom. Ja. En nu gaan we verder naar het productieproces. Het materiaal komt in deze silo's terecht.
En van hieruit wordt eigenlijk het materiaal in de productie gezogen. Ja. En daar neem ik je nu mee naartoe. Dus als ik even voor mijn beeldvorming, als ik deze deur open zou doen, ja, dan komt niet er goed. Korrels uit. Ja, dat kan niet. Nee, dat moet je niet doen. Oh, okay. Nee. Laten we kijken. Ja. Hey Olivier, de vorige stappen zijn me duidelijk. Maar ik wil toch even bij die korrel blijven. Wat gebeurt daar hier dan vervolgens mee? Nou ja. Dick van der Meer, productiedirecteur van de Benelux. Ja. We gaan hem vragen. Hey, hallo. Hey, Dick. Hoi. Hij gaat uitleggen hoe het hele proces in elkaar zit. De korrel. Waar? Ja, waar is de korrel gebleven? Ja, waar is de korrel? Ja, nou ja, de korrel komt dus aan bij de machine. Daar begint het spuitgietproces in principe. Dat doen we door middel van deze machine. De spuitgietmachine. De naam zegt het al. Ja. Daarvoor heb je een, toch wel een redelijk grote, voor het bierkratje een redelijk grote spuitgietmachine nodig. Met wat automatisering daaromheen. En het korreltje verdwijnt in de machine. En dat laat ik jullie nu even zien. Hoeveel machines staan hier nou daadwerkelijk? Hier staan 20 machines. En hoeveel mensen zijn er voor nodig om die te besturen? Zo ongeveer nu op deze dag zijn er 11, 12 mensen aan het werk. En dan uiteindelijk bij de laatste stap? Dan hou je dat kratje vast. Ik ga niet wachten. Ik ben heel benieuwd. Gaan we zien, even. Oh, je had het al over die korrel, hè? Ja. Korrel en masterbeds, hier tezamen. En dan kom je bij het proces. Wat gebeurt er dan? Ah, in grote brokken gebeurt het als volgt. Het materiaal komt in een oven, de schroef vervoert het, komt onder hoge druk in de vorm. Nou, temperaturen die gebruikt worden tot zo'n 300 graden zelfs. Wordt in een vorm gespoten, gekoeld en afgevoerd. In dit geval zelfs met een decoratie erop. In de vorm van een IML. Van IML, wat is dat? IML is de decoratie van het product. Wordt aangebracht door de robot en wordt er niet opgeplakt, maar dat wordt meegesmolten met het materiaal in de matrijs. Dus ijzersterk uiteindelijk. Ijzersterk. Huh? Hey Dick. Dick. Ik weet niet, volgens mij gaat er iets in de productie. Hele bijzondere move in één keer. Ja, als we dat zouden kunnen met z'n allen, dan was het wel helemaal mooi. Dat zou mooi zijn, hè? Ja, neem eens vaker een bloemetje mee. Ja, nou ja, dat heb ik bij deze voor jou gedaan, Dick. Oh. Want deze bloemen... Leuk. Met het eindproduct. Kijk, dit ken je al. Ja. Maar deze, die zijn voor die, jou. Die ken ik nog niet, nee. Nou, leuk. Al 37 jaar heb ik gehoord. Ja, klopt. En Olivier, Dick is een toppertje, heb ik begrepen. Ja, 37 jaar. Nou, ik loop hier zelf nog niet zo lang rond. Dus ik kan niet over alles meepraten. Maar wel over de laatste 6 jaar. En daar is echt gebleken dat, nou ja, dat hij de rots in de branding is. Zeker en vast niet alleen. Hij heeft een heel goed team. Maar hij heeft ook mede samengesteld. Niet veel daarna heeft hier alles eigenlijk weten beginnen. En ik denk, als je hem vraagt wat de evolutie van toen tot nu is. Nou ja, dat hij jou nog een dag kan meenemen in alle verhalen. Maar je bent een gewaardeerde medewerker, vandaar de bloemen voor jou als dank voor het werk wat je doet. Ja, heel erg bedankt. En nou ja, blijf ze produceren. Dat gaan wij zeker doen. Want dan kunnen wij ook blijven genieten namelijk. Ja, is goed. Prima. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Nou, hier is het resultaat dat jullie aardig hebben doorgeproduceerd. Klopt. Dit is wat er binnen in de productie gemaakt wordt. Ja. En van hier gaan ze naar de eindklant. En Ramon, onze logistiek manager, die kan jou daar Hi. Alles over vertellen. Nou, Ramon, jullie hebben aardig doorgeproduceerd, maar waar ik nou even nieuwsgierig naar ben, één zo'n lijntje, hoeveel dagen produceren is dat? Met één zo'n blok zijn we ongeveer 2 dagen bezig. 2 dagen? Ja. Zoveel? Ja. Wow. En dan, wat is de grootste uitdaging dan in logistiek? Dat is de opslag van alle geproduceerde pallets. Elk uur ongeveer wordt er een pallet geproduceerd en die moeten allemaal in opslag. En de brouwerijen die maken een vulplanning voor afvulling van hun flessen. En die verandert eigenlijk continu door bijvoorbeeld door het weer. En dan hebben ze eigenlijk in één keer heel veel kratten nodig, just in time, dus op tijdlevering. Dus we hebben hele hoge opslag of we hebben heel weinig opslag. Dat is een grote uitdaging. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou heeft Britta mij alles verteld over duurzaamheid. Komt dat ook nog terug in jouw werk? Ja, wij proberen altijd zoveel mogelijk kratten te laden in een vrachtwagen om zo min mogelijk uitstoot per krat te realiseren. Hier doen we dat door de kratten zo hoog mogelijk op te stapelen. In de vrachtwagen worden ze daardoor op maximale hoogte geladen.
En daarnaast gebruiken we trailers die meer capaciteit kunnen laden. Dus in dit geval gebruiken we vrachtwagen een Jumbo combinatie die kan 15% meer pallets laden. En we gebruiken zelfs andere langere combinaties die tot nog eens 40% extra kunnen laden. Extra volume kunnen transporteren. Maar dit past dus helemaal in een vrachtwagen zo? Ja, tot 3 meter hoogte kunnen wij laden. Ongelooflijk. Hey, en alles onder controle? Ja. Ja. Je ziet er ook heel ontspannen uit, dus dat gaat allemaal goed hier. Ja, zeker. Helemaal goed. Keep it up. Olivier, we hebben het wel verdiend. Vind ik wel, Kevin. Ik bedoel, na het zien van al die bierkratjes is het nu tijd voor een biertje. Goedenavond, heren. Ja, inderdaad. Mag ik jullie drinken schenken? Voor mij La Trappe, alsjeblieft. La Trappe. Dat doe ik lekker. Even mee. Lekker. Gaan we doen. Heerlijk. Ja. Goed leven, ja. Ja, toch? Ja. Proost. Proost. Geslaagd.